Goedemiddag, ik ben Miep Oosterling, opgegroeid op Rotterdam-Zuid, te midden van mijn broertjes en mijn zusjes. Ik was precies de middelste. Kunst, cultuur, theater, nee, dat werd in ons gezin eigenlijk niet meegenomen. Ik weet wel dat we de radio hadden. En, dat was ook een mooi ding hoor. Iedere zondag, dan zaten we met z'n allen achter dat ding. En dan luisterden we naar een hoorspel. Zo spannend, want dan kwam Paul van Vlaanderen voorbij. En de geluiden? Ja, je zat gewoon midden in de mysteries die hij vertelde hoor. Dat deed wel wat met me, zo spannend. Het was eigenlijk net zo spannend als in de periode daarvoor. Als wij met kinderen, dan zaten we rondom mijn vader. En dan vertelde die uit het groot sprookjesboek. Die man die kon me vertellen, daar zat ik dan ook middenin. Mijn vader die had nog iets bijzonders van mij. Op de meest onverwachte momenten, dan mocht ik op zijn schoot komen zitten. En dan las hij gedichten voor. Met van die onbegrijpelijke woorden. Ik heb bij purperavondzon aandachtig uw gezicht bezien. Ja, en dan kwam er nog een heleboel. En dan riep mijn moeder uit het keukentje. Joh, houd toch je mond. Je begrijpt toch wel dat het kind daar niks van meekrijgt. En dan ik. Ja, maar mama, ik vind het mooi hoor. En dat was ook zo. Weliswaar begreep ik niks van die woorden. Maar het ritme van die gedichten, die deden wel degelijk wat met mij. En mijn vader, die ging gewoon door. Die heeft me heel wat gedichten voorgelezen. Later, op school, was ik heel creatief. Ja, daar waren ze niet allemaal blij mee, hoor. Kijk, ik weet wel, thuis, als we gewoon aan het knutselen waren. Ja, vreubelen noemden ze dat. Ja, dat was oké. Weet je, dan zat mijn vader een vlieger te maken met van die stokjes en papier. En dan zat ik ernaast met een papieren boterhamzakje. En daar ging ik dan mijn eigen vlieger van maken. Plakken en prikken, dat soort dingen. En mijn moeder en mijn vader, die gaven me dan een touwtje. En met papiertjes ertussen werd dat een prachtige vlieger. Ja, die ging nog omhoog ook hoor. Op school waren ze er niet zo blij mee hoor, met al die creativiteit. Ach, in mijn schriftjes, daar kwamen heel vaak van die inktvlekken. Jij bent echt een knoeiste, zei die juffrouw dan. Ja, ik zag dat niet zo hoor. Ieder inktvlekje, dat werd voor mij gewoon een mooi spinnetje. Je trok het inkt gewoon een beetje verder. En je had van die saaie kafjes om je schriftjes heen, bruin. En daar tekende ik op, allemaal lijntjes. Blaadjes erop, bloemetjes erop. Zag er best leek uit. Mijn moeder vond het niet zo erg. Komt wel goed met dat kind. Straks krijgt ze nuttige handwerken. Dan komt het wel goed. Nou, dat was dus een misvatting hoor. Borduren, haken, breien. Tot op de dag van vandaag heb ik het niet geleerd hoor. Eigenlijk heb ik wat afgeleerd in die periode. Creatief zijn. Ik vond er echt helemaal niks meer aan. Pas 30 jaar later, ja minimaal, ik had al kinderen en een man. Toen kwam het weer voorbij. Nou, intussen was ik wel bloemist geworden. En had ik met mijn man een bloemenzaak. Maar dat zag ik niet zo als creatief. Dat was meer om je brood te verdienen, zeg maar. Hé, ik kwam er pas weer mee in aanraking door de SKVR. Dat is de Stichting Kunstzinnige Vorming. Wat een woord, hè? Ja, zo heet dat nou eenmaal in Rotterdam. Ja, daar kwam ik terecht. En daar leerde ik boetseren. Dat was heel leuk. Ik werd er best goed in. Maar ik leerde er nog veel meer. Ik leerde er wat nou eigenlijk kunst was. En wat je kan zien in een museum. Nou, weet u wat zo raar was?
eenmaal in het museum, als ik naar die dingen keek, dan kwam weer datzelfde gevoel naar boven als wat ik had bij mijn vader op zijn schoot. Als hij die gedichten voorlas. Het deed iets met me. Die emotie, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar tot op de dag van vandaag ga ik dus echt heel graag naar een museum. Ja, dat gevoel, dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt blijkbaar. Ja, dat boetseren, dat werd nog wat hoor. Wauw, ik werd er echt wel goed in. En mijn man, dat was mijn grootste fan. Dan zei hij, kom, we zetten het in de etalage. Je bent een echte kunstenaar aan het worden. Nou, dat woord, daar kon ik niet zoveel mee hoor. Kunstenaars die hingen in het museum. Ik was gewoon lekker bezig en daar had ik plezier in. Hij zag dat anders en hij had gelijk. Want ik verdiende de prijzen mee. En we gingen het verkopen. En stiekem vond ik het ook best wel leuk. Ik ging er zelfs les in geven. Achter in de winkel en gewoon van me thuis voor de mensen op Zuid. Want daar woonde ik nog steeds toen. Ja. En weet u wat zo leuk was? De mensen die konden er ook iets van hunzelf in kwijt. Zo mooi. Inmiddels ben ik alweer 30 jaar verder. Hè? Ruim 30 jaar kan je wel zeggen. Ja, boetseren, dat doe ik niet meer. Ik ben nu bezig met bloemschikken. Eigenlijk een beetje de creativiteit en mijn oude vak. Daar kan ik net zo goed mijn gevoel in kwijt. Ik doe het ook met mensen samen, in een verpleeghuis. Iedere maand een keer. En weet u wat nou zo mooi is? Als de mensen en wij samen dingen aan het maken zijn, dan zie ik bij hun precies hetzelfde wat bij mij gebeurt. Je kan een beetje van je eigenheid overbrengen in de dingen die je aan het doen bent. En dat is zo mooi. Dat gun ik gewoon iedereen.